Een hele goede dinsdagmiddag. Hallo allemaal. Ik breek even in op de dinsdag. Normaal ben ik er niet op dinsdag, dat weet ik heel goed. De winkel is ook gesloten. En ja, er is gewoon ontzettend veel werk te doen als je aan het opruimen bent. Zo heb ik vandaag deze lintjeskast maar weer eens helemaal uitgeplozen en aangevuld. Dus bleek in het magazijn toch best wel wat lintjes al te liggen die gewoon de kast in konden. Ben natuurlijk aan het opruimen achter. Ik denk, ja, kan ik ook doen als ik een dagje vrij heb en jullie me niet allemaal voor de voeten lopen. En daarnaast, even kijken als ik hem even omdraai. Hadden we ook alweer wat dozen binnengekregen, dus die heb ik ook gelijk aangenomen. Dus ik loop al sinds 1 uur of 11 in de winkel. Verder, ja, die puinzooi. Ja, hier lijkt het nog wel een puinzooi, maar deze rekken. Die zijn echt helemaal leeg. Dat is nog een doos van de workshop. Dat is wat we normaal zelf gebruiken. Ik heb inderdaad nog wel één kast verplaatst. Want normaal staat daar een kast. Nou, die staat nu hier. Deze gaan we vastzetten. Ik hoop dat ik deze gewoon makkelijk kan inklappen. En dan heb ik deze ruimte erbij. Hier stonden normaal wel dozen hoor. Dit is mijn wc. En ja, die wc is nogal ruim, dus we hebben besloten hier een extra voorraadkast te maken voor de diamond paintings. Ja, en voor die opruimbakjes. Dat gordijn gaan we dus niet nodig hebben. We gaan lekker... Goedemiddag. Sta ik leuk op het toilet. Ja, mijn toilet hier is nogal groot, zoals jullie zien. Wat zeg ik, het is echt een hele grote ruimte. Dus ja, het toilet blijft nog steeds groot. Alleen ja, we snoepen er straks ruimte vanaf door deze deuren... Ja, vast te zetten. Ho. Met één hand. Door hem hier aan vast te zetten, dat ik hem gewoon in kan klappen. Dan is het gewoon even goed netjes. Oftewel, als je straks op wc opkomt, is het gewoon even goed afgesloten. De wc is gewoon nog ruim. En mijn spullen staan gewoon netjes erachter. Je moet wat bedenken natuurlijk. Dit raak gaat helemaal weg. We hebben wel bedacht dat er hierboven nog wel een paar planken komen. Omdat ik anders te veel mis. En we willen een aantal van die grote dingen daarop leggen. Maar dat is meer voor de... Ik heb hier, kijk jongens, ik heb er alweer een plankje bij. Dat stond normaal allemaal op mijn aanrecht. Staat nu alweer allemaal daarboven. En we hebben nog een plank over. Die plank die gaat hier nog boven de kapstok. En we hebben ook nog een kapstok gevonden. Dus die gaat er gewoon nog aan vast. Dus dat wordt een heel rijtje. We gaan nog zo'n ladekastje erbij bestellen. We kennen die dozen die daar liggen. Nou ja, die middelste doos is van Pascal. Die moet gewoon mee naar huis straks. Of binnenkort als we klaar zijn met klussen. Dus dan kan dat ook gewoon allemaal netjes in die ladekastjes. Die gebruik ik normaal voor de workshop spullen. Dus nog een lekkere grote plank erbij. Ja, en dan hier, want hier gaat het om. Inmiddels hangt er ook gewoon netjes een lichtje in. Pascal heeft zaterdag een lichtpuntje gemaakt voor ons. En dat is de Bel Hero. Even kijken. En we hebben er gisteren nog een plank bovenop gehaald. Dus de kast is nu nog een plank rijker. Voller dan dit gaat het ook niet worden. Dus als ik jullie nu even meeneem naar achteren. Ik kan er gewoon in. Ik heb gewoon overal netjes opgezet wat erin zit. En alle planken zitten gewoon netjes vol. Ik heb ook gewoon mijn voorraad... van de mini hard kras, want daar hebben wij maar eentje van in de winkel staan altijd. De rest legt altijd gewoon hierachter. Dat we ook in de winkel maar beperkte ruimte hebben. Heb ik dat dus gewoon gemengd dat ik dat gewoon netjes hier over... Kijk eens. Netjes los op de plank kan leggen. En de rest zit allemaal zoveel mogelijk in dozen. Behalve die, want die vielen in een hele grote doos niet op te ruimen in deze kast. Ja, en onderin staan wat grote dozen die ik ook gewoon zo naar voren kan trekken en er gewoon in kan neuzen als het moet. Behalve de gips, want gips is nogal zwaar, dus dat doosje heb ik daar maar even op de grond gezet. En die zware van 5 kilo heb ik hier vooraan gezet. Ik heb aardig wat dozen open gesneden vandaag. Om de bovenkanten eraf te halen, zodat alle spullen gewoon hier kunnen staan. Ik heb de lintjeskast helemaal uitgezocht. Dus ik heb ook alle lint per soort in een doos zitten, zoveel mogelijk. Zodat het nog makkelijker wordt als we dingen terug moeten pakken. Of als we de voorraad moeten aanvullen op het moment dat er klanten zijn. Dus ja, volgens mij kan ik steeds heel snel ergens bijkomen.
Alles staat gewoon netjes opgeschreven. We weten precies waar wat is. En dat is best wel heel fijn. En ja, ik denk dat we zo ook beter graag gebruik maken van de ruimte die we hebben. Kijk, ik ben er weer uit. Dus ja, het is aardig opgeknapt daar. En ik moet zeggen dat we dat aardig snel gedaan hebben. Even kijken, dan gaan we ook nog een extra plank in het keukenblok erbij maken. Dat scheelt ook alweer ruimte. Dus we gaan hier bij het aanrecht ook nog van alles veranderen. En als we die kasten, die halen we weg. Die vinden we gewoon veel te diep. Dus er komt er wel een plankje bovenop, hebben we gezegd. En dan hebben we toch wel het idee dat we dat... deze hoogte kan ik er gewoon lekker bij. Dus dat we dat op deze hoogte gaan doen, zodat je er ook geen last van hebt. En waarschijnlijk 1 of 2 korte plankjes eronder en 1 grote plank erboven. En misschien nog eentje. Nou, we gaan even kijken waar dan gewoon dingen op staan die ik niet vaak ga gebruiken. Zodat we gewoon alle ruimte gaan benutten die we hebben. Ja, het enige troepje wat ik nu nog moet opruimen is alles bij die tafel en om die tafel heen. En de tafel zelf moet er dan nog uit. En dan hebben we een workshopruimte. Oftewel, even kijken, het einde komt al in zicht. Dat is best snel gegaan. Het magazijn is aardig opgeruimd. En dat in een paar uurtjes vandaag. Ik ben hier vanaf 10:45, dus valt nog wel mee. Geen goedemiddag allemaal. En we gaan maken nu gebruik van de extra ruimte op het toilet. Dus daar komt gewoon ook een voorraadkast bij. Alleen voor de diamond paintings en aanverwante artikelen. En de rest komt gewoon lekker allemaal hier in de voorraadkast. Alles apart ingepakt. Dus ja, het zijn wel heel veel doosjes die we kwijtgeraakt zijn. Zoals je ziet zijn dat... Even kijken, kan ik dat zo laten zien? Ja, het zijn gewoon ontzettend veel doosjes die hier nu staan. Echt veel doosjes. Dus ja... Ik heb nog een klein beetje ruimte, dus ik zou nog een doosje of 5, 6, 7, 8 mogen bewaren, denk ik. En meer past er niet in die kast. Dus dan is de kast daar vol. Oftewel, ja, ik moet gewoon goed verkopen in de winkel, zodat het magazijn wat leeg geraakt. Bij deze tafel staan trouwens ook nog spullen die we willen gaan opruimen. Dus ik zal binnenkort ook de opruimingshoek weer aanvullen. Met een aantal leuke dingen. Want ik denk dat hier zo'n heel stapeltje zo de opruimingshoek in kan. En dan valt het opruimen hier ook wel mee. Dus ik denk dat we een heel eind zijn waar we willen wezen. En ja, die enorme stapel met dozen. Ja, dat is dan het gevolg als je gaat opruimen. Ik heb heel wat grote dozen vandaag leeggehaald. Ja, normaal kon dat makkelijk staan op die ruimte die we hadden. Nu dus niet meer. Dus dat is even wennen. En ik ga naar huis. Ik ben er alweer veel te lang op mijn vrijdag. Nee, vrijdag. Ik heb geen vrijdag natuurlijk. Ik ga naar huis. Ik ga zorgen dat jullie bestellingen die alweer gedaan zijn, jullie weer facturen krijgen. Ik ga de dozen die binnengekomen zijn op de site gooien. Dus de webwinkel even aanvullen, want er komen toch wel leuke dingen binnen deze week. En we hebben toch veel dozen, want we hebben nu al 3 dozen en een envelopje. En daar komen morgen nog zeker 1 doos bij, 2 doos bij, 3 dozen bij, minstens. Dus als er iemand is die me morgen wil komen helpen uitpakken, mag hoor. Er staat genoeg. Dus als jullie morgen willen komen kopen, natuurlijk nog beter, want dan hoef ik het niet eens in te ruimen. Verkopen we het gelijk vanuit de doos, mag ook. Ik zeg... Één huishoudelijke mededeling. Normaal plaats ik al deze filmpjes van Facebook door op YouTube. Helaas is er op dit moment een foutje bij Facebook, waardoor ik mijn video's niet kan downloaden. Ik hoor graag van anderen of die datzelfde probleem ook hebben. Maar ik kan mijn video's niet meer downloaden en daarom kan ik deze dus niet doorplaatsen bij YouTube. Maar ik ga straks nog wel even een heel andere videootje plaatsen bij YouTube. Want ik heb natuurlijk vorige week wel aangegeven dat ik alles zo doe je dat gemaakt heb. Dus die zal ik straks even live zetten. Dus ik ga nu weer naar huis. En dan tot morgen allemaal. En hou de site vanavond heel goed in de gaten. Want er komt ontzettend veel bij. Dag allemaal!